Elke man koestert in zijn leven speciale vrouwen, en voor Humberto thans staan zijn moeder en zijn ex-vrouw Ineke bovenaan die lijst. Hoewel Ineke niet meer zijn partner is, blijft ze een essentiële rol spelen in zijn leven, naast de onvoorwaardelijke liefde voor zijn moeder. In een recent interview met Veronica Superguide deelde Humberto zijn bewondering voor de getalenteerde Zendaya. Terwijl hij met zijn dochter The Greatest Showman bekeek, waren ze het er allebei over eens dat Zendaya buitengewoon aantrekkelijk is. Een moment van gedeelde bewondering tussen vader en dochter. Ondanks het feit dat Humberto en Ineke al geruime tijd niet meer samen zijn, lijkt Humberto zich goed aan te passen aan de nieuwe situatie. Het leven na een scheiding kan uitdagend zijn, maar hij navigeert er doorheen met gratie en positiviteit. Het is een aanpassingsproces, maar Humberto lijkt erin te slagen om de stormen van verandering te doorstaan. Hoewel sommigen na een scheiding de wereld van dating en apps zoals Tinder verkennen lijkt Humberto daar op dit moment niet aan toe te zijn. Hij geeft aan dat het leven al stormachtig genoeg is zonder zich in dat soort zaken te begeven. Op dit moment is hij tevreden met hoe de dingen zijn en voelt hij zich comfortabel in zijn huidige situatie. Dus, terwijl Humberto's leven verder evolueert, blijven zijn waardering voor speciale vrouwen, zijn focus op familiebanden en zijn bewondering voor bekende persoonlijkheden zoals Zendaya belangrijke elementen in zijn unieke levensverhaal.